Welkom op mijn YouTube-kanaal, mijn naam is Leroy en ik ga de open maantraining doen voor Sterrenbeeld Waterman. Herken jij je er nou in, dat is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in, dat is ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maantraining is. En deze loopt voor de hele maand december en rondom begin januari komen er weer nieuwe readings online te staan. Dus we gaan kijken voor jou, Waterman, van hoe gaat het met jou in deze tijd? Voel jij je goed of juist helemaal niet? Voel jij je verbonden of juist helemaal niet? Hoe staat het ervoor met je werk, je carrière, je liefdesleven, je relatie? Wat dan ook. We gaan het zien. De open maandreading voor de Waterman. Oké, Waterman. Je bent aan het ordenen in jouw emoties, in jouw gevoelens. Je bent bepaalde dingen meer af en sluiten, anders aan te pakken. Je bent je misschien aan het bedenken van wie wil ik wel nog meenemen in de energie naar volgend jaar of wie niet. Dit is een maand van emoties en gevoelens en verbindingen. Kijk er even goed naar, Waterman. Je bent de luchtteken. Durf misschien te kiezen voor een andere stroming om bepaalde dingen anders aan te pakken. De kaart van de dood, wat staat voor een transformatie. Wat ook ergens staat voor een hoge vlucht wat je mag gaan maken. Het een en ander anders aan te pakken. Zolang je maar niet te veel in strijd gaat. Of kijk ook wel eens achter jou. Misschien zijn er mensen met wat oordelen om jou heen. Of mensen wat jou willen raken. Of mensen wat jou willen gaan veroordelen. Laat dat niet toe, Waterman. Pak het daar anders aan. Misschien heb je ook wel even behoefte om even de kluizenaar te zijn. Even bepaalde dingen even alleen te doen. Misschien even dingen te overdenken of te overvoelen. Ga dan even in een meditatie, Waterman. Pak van daaruit het een en ander anders aan. En dat geeft dan ook uiteindelijk meer dingen, meer duidelijkheid. Wat je ook verdient. Zet je stappen, Waterman. En durf in je werk, je carrière, eigen bedrijf. Voor de komende periode, Waterman, de uitdaging te zoeken. Misschien even wat meer jouw podium te nemen. Zet je stappen anders. Pak het vanuit anders aan. En dat je dat doet, brengt dat je ook veel meer, Waterman. Heb vertrouwen erin. Zet die stappen maar. Durf het anders te doen. Dit mag gaan gebeuren. Waardoor je dan uiteindelijk 10 van kelken in het ultieme geluk terecht gaat komen. Wat je ook heel duidelijk verdient. En het gaat je ook heel erg erom om de vorm van gelijkwaardigheid met mensen te behouden. Gelijkwaardig te zijn, niet meer verminderd te willen gaan. Kijk er goed naar, Waterman, en zet je stappen. En dan wordt voor jouw energie ook het een en ander gerechtvaardigd. En komt gerechtigheid meer op zijn plaats terecht. Wat je ook verdient, wat we allemaal verdienen, Waterman. Kijk er goed naar, mooi. Duidelijke taal voor jou, dacht ik zo. Zet je stappen. Dan gaan we door naar de Waterman die single is. Sta je open voor het liefde, Waterman? Of juist helemaal niet, dan heb je meer tijd en ruimte voor jezelf nodig. Of ben je misschien verliefd geraakt? We gaan het zien. Voor de single Waterman. Oké. Je bent wat pijn gedaan. Je bent wat gekwetst. Je bent nog het een en ander aan het verwerken. Vanuit de voorgaande relatie. Ruim het op. Sluit het af dit jaar. Dit heb je niet meer nodig. Misschien houdt iemand wel heel erg aan jou vast wat je hebt losgelaten, wat je probeert los te laten. Geef er goed je grenzen aan, Waterman. Zeg je dat ik dat hier niet verder. Maak een nieuw begin. Dit verdien jij. Geef er goed je grenzen aan. En zeg je dat ik dit wil ik wel en dit wil ik niet. Misschien ga je wel verbinden met een vuurteken. Ram, leeuw, boogschutter.
Zolang je deze energie, wat nog graag opvalt, de duivelskaart, de negativiteit, los gaat laten, je hebt waarschijnlijk aan iets vastwaart, man, wat je niet meer nodig hebt. Kap hiermee. Sluit het af, maak een nieuw begin, pak het anders aan. Dan komt er namelijk, in je gevoelens, in je emoties, komt er een nieuw begin. Wat je verdient, wat mag gaan binnenkomen, waardoor jij dus ook anders naar dingen mag gaan kijken, vanuit je gevoel. En dat het gaat stromen, waterman. Dus liefde wilt binnenkomen, maar zet je daar andere stappen en pak het anders aan. Erg belangrijk om dit te gaan doen. Oké, goed. Dan gaan we door naar de waterman die in een relatie zit. Voel jij je verbonden? In je relatie, waterman? Of juist helemaal niet? Denk je van, wat doe ik nog hier? Ook dat zou kunnen. We gaan het zien. Waterman in een relatie. In je relatie, waterman, samen ervoor staan om meer de vruchten te gaan plukken ervan. Het een en ander wilt binnenkomen, wat je ook heel duidelijk verdienen. Zet je stappen daarin. Ga er goed naar kijken, waterman. Laat in je relatie meer jouw intuïtie spreken. Meer je emoties uitspreken. Durf van het gevoel sterker te gaan verbinden naar elkaar. Er wilt namelijk een groei in gaan komen. Daaruit natuurlijk de geliefdes wat zich laat zien. Wat je duidelijk wilt gaan binnenkomen in je relatie om sterker te gaan verbinden, waterman. Heel erg goed en mooi om te zien. Hou dit vast. Maar laat op. Er zijn altijd mensen om jullie heen die niet helemaal open en eerlijk zijn. Of misschien zich te veel willen bemoeien en bepaalde dingen wat jullie niet nodig hebben. Maak de andere keuzes en pak het daar anders in aan, waterman. Zeg tegen deze mensen dat je hiermee gaat afsluiten, dat je hier niet meer mee in verbinding wilt gaan staan. Maak andere stappen. Erg belangrijk om dit te gaan doen. En dan zit je op je troon. Voel jij je sterk en verbonden en voel jij ook in alles goed, waterman. Dat is waar het om gaat. Kijk je goed na. Ga niet meer voor minder, waterman. Oké, duidelijk verhaal. Ga dit doen. Goed, waterman. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart. En dat is je antwoord. Dus, waterman, stel je vraag. Jouw antwoord is, waterman, de kaart van de denker. Bedenk je alles goed. Ga goed je denken laten doorwerken in je huidige leven. En zet van daaruit, vanuit je denken, je stappen. Maar durf ook zeker je gevoel eraan te verbinden. En van daaruit anders te bekijken. Dat je dat doet, krijg je ook steeds meer antwoorden en inzichten. Waardoor het ook beter en sterker gaat worden en meer ontwikkeling gaat komen. Erg belangrijk, waterman, dat je dit gaat doen. Oké. Mooi, goed, duidelijke taal via waterman. Zet je stappen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En voor iedereen wat kijkt alvast hele fijne feestdagen. En tot de volgende keer. Hoi hoi.